Je bent zo vol, jongen. Ik ben hele fucking trui gehad. Hoi, ik ben Bobby. En ik ben Kai. En dit is Concentrate. Er is mij eens opgevallen, er is namelijk weer een trend terug. Namelijk het emo zijn. En ik ben vroeger een emo boy geweest. Oh ja, joh. Ja, joh. Ja, dat wist ik. En daarvoor gaan we vandaag jou terugbrengen naar vroeger. En gaan we van jou weer een echte emo maken. Echt? Ja. En hier stond net Purple die Purple. Cosmic Purple. Hier, daar. Cosmic Purple. Oké, okay, let's go. Moet hier ook nog zwarte nagellak kopen of zo? Heel goed van jou. Of wil je gewoon een andere kleur dan zwart? Of is het is paars leuker? Emo is zwart. Nou, Kai, okay, ik heb wat voor je uitgezocht. Ja. Deze? Vond ik wel leuk. Emo, denk ik. Ja. Dit? Maar we gaan gewoon even lekker passen. Ja. Dat is helemaal mooi, Bobby. Succes. Ik heb een ruitjes t-shirt. Zwarte nagellak. Een eyeliner. Skinny jeans. Met? Scheuren. En? Als haarverf. Woehoe! Ja. Hoezo nou weer twee? Dit vind ik echt wel leuk om. Die ene was voor in mijn gezicht zeker. Let's do this! Nou, ga even zo zitten, cliënt. Ja, ik ga zitten. Dus ja, en dan schudden. Waarom? Omdat het even goed geschud moet. Ja, ik moet toch even kijken hoe lang. Kai? Wat? Heeft u uitslag in het gezicht van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid? Ja. Heeft u eerder een reactie gehad na een haarkleuring? Ja. Heeft u in het verleden een reactie gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna? Ja. Oké, raadpleeg in deze geval een arts. Oké. Je moet niet alles aan de bovenkant doen, ook aan de zijkant. Nee, schat. Dit is voor lang haar. En dan kan je alles ermee doen. Wat heb je op mijn voorhoofd gedaan? Niet. Wat ben je aan het doen? Die hele fles op je hoofd gedouwen. Hè? Is ze op? Nee, nog lang niet. Nou, Kai, dit is het moment nog niet helemaal van waarheid, maar je mag wel vast in de spiegel kijken. Oké. Ja, kikken. Je kan het echt al wel een beetje zien. Ja, denk je dat ik het zie? Ik ben kleurenblind. Ja, Kai, die roze nagels, dat kan natuurlijk echt niet als emo, hè? Het moet allemaal wel een beetje dark. Vertel eventjes, waarom heb je in godsnaam die roze nagels? Voordat ik ze er weg haal. Een kijker die vroeg of ik een week lang roze nagels op wou doen. En toen zei ik, oké, is cool. Nou, sorry kijker, bij deze. Het spijt me. Ik voel weer wat op mijn vinger komen. Jezus, Bobby. Nou, in de tijd dat je toch even lekker aan het wachten bent om die nageltjes te laten drogen. Je hebt een lul getekend, hè? Nee. Jawel, je hebt een lul getekend. Ik voel het aan de motie dat je geen hartje hebt getekend. Je zei dat je een hartje ging tekenen. Oké, Bobby, je hebt mijn nageltjes gefixt. Ik ben heel blij mee. Moet een beetje drogen nog. Hey, ik vind dat het tijd wordt om je haar uit te spoelen. Ik vind het wel lang genoeg geweest. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Jij bent de expert. Auw, mijn nek, jongen. Draai even om met je knietjes. Ja. Ga even. Oh my god, dan gaat het druppelen. Mijn nagels gaan eraan. Mooi, wat moet ik doen? Help dan, jongen. Help man, het loopt al mijn fucking trui in. Doe dat ding zachter. Ik ben fucking boos. Het gas, wat doe je? Je zit het allemaal mijn nek te sproeien, jongen. Dieft op. Ik wil naar huis. Ik vind het niet leuk. Nee, dat merk ik. Je bent zo vol, jongen. Mijn hele fucking trui is nat. Hoe ga ik naar huis komen dan? Weet je wat? Zet, doe het lekker zelf, meneertje van de Ree. Deze streep. Zoiets, ja. Oké. Het is wel lekker makkelijk knippen, hè? Waar is de knipschaar? Ik kan het ook gewoon sneller doen door in één rat te doen. Dan is het ook nog steeds scheef, hoor. Show me your shirt. Trek hem maar aan. Dude, is het daar? Had je hem wel hoog gehouden? Ja, weet ik. Oké, trek aan. Oh, trek aan. Woehoe, hij is er weer. Ik heb bijna een topje, kijk. Oh, nee. Nageltruitje. Dat valt nog wel mee. Ik heb mijn emo-ish shirt aan. Even voor de duidelijkheid. Toen ik gewoon alternatief op mijn max was, gewoon een emo-tijdperk, heb ik nooit voor mijn leven eyeliner gedragen. Ik vind het echt kut. Ja, ga jij het doen? Ik vind dat het erbij hoort. Ga jij het doen? Ik ga het doen. Ga zitten, lieve schat. Hé! Hey. Hoe harder jij gaat schreeuwen, hoe lelijker het wordt, hè? Pam, 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 pam! dit staat mij niet, jongens. Het staat je fucking goed. Het staat me niet. Wat is dat? God, dit is net Jet Rebel, man. Jet Rebel lijkt op mij. 1, 2, 3! God damn, nee, gek. What the fuck, jongen? Ik zie er echt niet uit. Wie is idee was dit? Jouw idee.
Jij hebt heel gepikt. Weet je, zo'n South Park aflevering. Poser spouting, let's go shopping. To die! To die! Hé, maar vind je de makeover gelukt of vind je hem mislukt? Ja, dit is wel echt... Dit is wel... Ja, ik denk dat de eyeliner iets te vrouwelijk is. Maar het is wel... Je bent echt een beetje een wannabe. Het is echt wannabe een beetje. Maar het is wel echt emo. Wil je nou dat onze host ook meer subculturen gaan coveren? Dus Bobby als hippie, dat is wat ze vroeger was. Nou, lijkt me helemaal geweldig. Laat het dan even weten in de reacties. Ja, en wil je nou meer van dit soort video's zien? Klik dan hieronder. Vergeet je niet te abonneren door op die abonneerknop te drukken. Check ook even Twitter, Instagram, Facebook en Snapchat onder ConcentrateNL, de post van mijn shittle. Ja, en dan krijgen we weer het leuke duimpje. Druk een duimpje in als je deze video helemaal fantastisch vond. En dan gaan wij snel jullie keuken eraf halen. Au revoir.